7 items jeugdjournaal. En bloopers 2019. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Het heel jaar door hebben wij van het jeugdjournaal van maandag tot en met vrijdag jullie op de hoogte gehouden van wat er allemaal in en buiten Suriname gebeurt. Wij blikken terug naar een paar leuke items van 2019. Ik noem mezelf de Dream Chaser, Donovan de Dream Chaser Wisse. Donovan Wisse is 22 jaar oud en kickboxer. Kickboksen houdt in gevechtsport eigenlijk, een verdedigingssport. Het is een mooie sport natuurlijk als je het eenmaal in de knie hebt en als je er verstand van hebt. Ik was 10 jaar oud eigenlijk toen ik begonnen was met boksen. En toen zijn we verhuisd naar Suriname en toen zijn we begonnen met kickboksen eigenlijk. Mijn eerste officiële gevecht, toen ik in de ring stond, dacht ik van oké, wat doe ik hier? Ik wilde weer eruit gaan. Maar ja, je staat er al eenmaal. En al de zenuwen, de spanning en zo. Het was gewoon nieuw, was een nieuwe ervaring, nooit eerder gevoeld. Maar het was wel leuk. Ik heb wel gewoon een tweede ronde op knockout, dus dat maakte alles wel leuker. Een knockout is wanneer iemand goed raakt en degene staat niet meer op. Dus als een beetje flauw vallen, als ik het zo moet zeggen. Maar hij komt wel weer bij, hoor, daar niet van. En dat is eigenlijk een knockout. De tegenstander goed raakt met de stoot of een trap op het gezicht, op het lichaam, op zijn benen en dan staat de persoon niet meer op. Ik vecht nu bij Glory Kickboxing. Dat is een van de grootste organisaties in Europa. Donovan Wisse heeft nog eens gewonnen. Ongeveer een week geleden heeft hij zijn laatste gevecht gehad voor 2019. Hij deed mee aan de Glory Kickbox wedstrijd in Nederland en won van Cesar Almeida. De nummer 2 gerangschikte middelgewicht, Donovan Wisse, heeft nu in Glory 5 keer gewonnen, 1 keer verloren en 1 knockout. En overal heeft hij 14 keer gewonnen, 1 keer verloren en 8 knockouts. Meredith Yuria is een jonge Surinaamse designer. Ik ben 23 jaartjes jong en ik design ongeveer al bijna vier jaar. Ja. Mijn collectie heet I, dus je schrijft het als oog in het Engels. Maar, dus dat betekent ook like I to see, maar ook I als jezelf. Dus die collectie gaat meer over een identity. Van mezelf. Ik ben half Indiaan en half Creool. Dus vandaar dat je ook die motieven ziet van die Indianen en van die Creolen. Dus die pangestof en ook het soort borduurwerk van die Bosland Creolen heb ik ook erin gebruikt. Deze schoenen waren ook bij Black Fashion Week. Dit doe ik samen met mijn zus Ruth Yuria. Hier heb je die ook print van die Bosland Creole, dus een beetje Timby art. Waarmee doe je het? Met acrylverf. Acrylverf en acrylstiften. Deze heb ik pas gedaan. Het klimaat verandert, de aarde warmt op. Heel veel mensen maken zich druk over wat de gevolgen hiervan zijn. Hoe ziet de toekomst eruit? Ik maak me zorgen om de toekomst. En jij? Bij mij is het gaat om de natuur. Sommige mensen gaan in de natuur en daar drinken ze soms stof, water en daar drinken ze flessen. En sommige mensen gooien het gewoon op de grond. Sommige mensen kunnen het gewoon houden totdat ze weer weggaan en dan gooien ze het thuis. Maar sommige mensen zijn onbeschoft voor de natuur, dus dan gooien ze het op de grond zomaar. En het is gevaarlijk voor de dieren, want als ze het eten, kunnen ze doodgaan. Mensen, als ze hebben gedronken, misschien een cola, mogo, dat wanneer ze klaar zijn, is er geen vuilnis dan, dan gooien ze het gewoon op straat. Deze week en de volgende week bezoeken de mensen van Earth Hour elke dag 2 scholen. Ze gaan samen met kinderen creatieve dingen doen die met het milieu te maken hebben. De leerlingen van de Thomas van Aquino school waren als eerst aan de beurt. Op dezelfde school, Sint Thomas van Aquino school, hebben de leerlingen vanaf de kleuterklas tot de 6e klas en de leerkrachten op 14 februari, Valentine's Day, een prachtig haartje gevormd.
Ik wens jullie een wereld vol bloemen. Ik wens jullie een wereld vol licht. Ik wens jullie van alles het beste. Een glimlach op ieders gezicht. It's the remix! Valentine is een feest dat mensen vieren. Ik hou ook van Valentine. Valentine betekent liefde voor mij. Valentine zegt mij, is een extra dag voor liefde. En ik ben altijd blij op Valentine's Day, want ik hou ook zoveel ervan. En ik geef me echt veel liefde die dag. Extra liefde voor mijn familie, voor mijn vrienden en gewoon voor iedereen. Ik ben eigenlijk elke dag blij. Valentine zegt aan mij, liefde, we moeten allemaal houden van elkaar. Ik heb je lief met de liefde. Heb je nog iets dat je op je wenslijstje wil plaatsen en je niet zeker weet wat dat moet zijn? Wel, misschien kunnen wij jou helpen. Wij van het Jeugdjournaal mochten een kort tour doen door de savannas en we hebben genoten. Hi allemaal, ik ben bij Larry on Tour te Wit Santi en ik ga meedoen aan een quad tour. Wel, een quad tour is dat je met een ATV, ze staan hier achter me, door de savanna heen gaat rijden. 4 uurtjes lang. Exciting! Kom mee! De quad tour is een dagtour waarbij je urenlang door de jungle crost. Je gaat eerst langs de luchthaven en gaat verder over bauxietwegen en door de savanna. En daar begint het spannend te worden. Het is best wel leuk, maar hoe lang hebben we nog? Nog 3 uurtjes te rijden. Nog 3 uurtjes? En hoeveel kilometer is dat? Dus de helft is 50 en terug is 50. Dus totaal 100 kilometer. Ga ik het halen? Weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Zijn er nog leuke dingen te zien onderweg? Heel veel leuke, misschien ja. Als het gelukt is, misschien kan je een jaguar tegenkomen. Als je jaguar ziet tegenkomen, dan kunnen we huizen. Want dat is een slechte trip van vandaag. Maar ja, helaas, om te trekken, motoren. Het geluid van de motor, daar kunnen we niks meer. Yep. Ik ben niet zeker of ik een jaguar wil zien. Ik hoor een jaguar. Is het niet een jaguar hier? Run. Hele stuk. Saiko heeft een geweldige 2019 gehad. Hij heeft niet alleen ervoor gezorgd voor optimaal nieuw muziek, maar hij heeft de meeste views op de Surinaamse muziek-app Trekdrip. Oké, Miki zeg ik poku, omdat ik ben pleeggeleerd op Victor en afstand bij Farah. Met een aantal 4 kinderen weg. Zou dat ik met een aantal Prinsessenstraat en dat daar Noord is habiter. En dat kota kabego, nanga mi score, mi pabe weer mi edetu. Is habiter, kan ik hem trainen woensdag, conditie trainen en dat donderdag hij moeilijk mi ga scoren. Is habiter. Oké, dat ik liba bal. En ik ga me focussen op poku. Ik schrijf het toch, maar meestal. De man heeft poku naar 4 jaar, voor ze minder bij elkaar passen. Maar poku naar 4 werken, ik kies een 4 gewoon. En ik schrijf het. Ja, toch, dus alles wat ik doe, altijd mijn probeer te doen. Ik moet de beste. Is dat toch? Die misschrijf je, omdat mijn dienst trainen gaat, die zeggen dat hij maar. Mistrainen, misschrijf je. Ik heb een poku met zorgen. Me oro ko tak atrapo ko sa mama ki mus moy moro awa san mek jano dat na mi san ite me dua te oi oi mada bada rabala rakhrota dikka eso na 10 minute yo shonal si ma fe do any blog go na bite mbo yelati ala de na feast day yo problem no it academy problem yo bat boom oi Het presenteren van het Jeugdjournaal gaat niet altijd in 1 keer perfect. Soms pas na de 2e, de 3e of de 5e keer. Let's do it! Goedenavond. Goeie. Even hoor, die lachspieren zijn hier.
Ze moeten zakken. Oké. Can we do this over? Wanneer ik geen bloopers wil, dan krijg je dit. Mina, hier is de camera. Oh, sorry. Je kijkt zo de grond. Een vuurwerk is die van meneer Benny. Grote mond bumble paradijs. Ready? Oppo Kondreman is jarig. Hoe is Oppo Kondreman jarig? Anyway. Oké. Oppo Kondreman is jarig. Gevaarlijke crimineel aangehouden. En dansen brengt positieve aandacht. Oh, ik heb niks opgenomen. Grapje. Ik zie Walke. Wat moet beter in 2020? En wat te doen in de vet in kerstvakantie? Bij de viering van kerstfeest hoort er altijd een kerstwensje bij. Vandaag laten jullie wij een deel hiervan zien. Wij jullie. Oh. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken en ik wens jullie allemaal een geweldige Oroyari.